de Postekogelu, regel het. Ik weet je wat van aanvallen, maar denk na met je hersens. Weet je, lu lu luister naar je staf. Luister naar je staf alsjeblieft. Ja? Ga niet gewoon wild erop, want City gaat je vernietigen. Alsjeblieft. Dat is Tottenham. Hun, hele, hun, hun prijs is als ze boven ons eindigen. Hun prijs is als wij geen prijzen pakken. Wat ik vooral vervelend vond aan de wedstrijd was dat we ze lieten spelen. We lieten ze spelen... En, en in mijn hoofd dacht ik de hele tijd van, joh, wat voor tactiek is dit? Al, al, worden, al, al worden we geen kampioen, ik kijk, dan, ik kijk al meteen uit naar het volgende seizoen van, het kan eigenlijk alleen maar beter worden, weet je. Welkom, kijkers en luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de Oranje Gunners. De nummer 1 podcast van Nederland en België, waarin wij onze liefde delen over Arsenal met alle Gunners en alle andere voetballiefhebbers. Vaste opstelling wederom. Jullie boy, de host Frits Saro is aanwezig. George is weer aanwezig. Jullie boy, Ryan onze journalist is aanwezig. En onze Chelsea-hater Sarge is erbij. <laughs> maar eigenlijk Chelsea-hater, maar vooral Arsenal-fan in hart en nieren. Voordat we beginnen... 100. Uh, even applausje voor Ryan, want hij heeft die push-ups gedaan. Als je nog steeds niet weet waarom hij push-ups uh, moest doen, dan ben je nep, want dat betekent dat je ons nog niet genoeg volgt. Dus volg ons, check de vorige aflevering, want daar kun je zien waarom hij push-ups moet doen. En op onze Instagram zie je ook daadwerkelijk dat hij push-ups deed met één hand. Zowel zijn rechterhand als zijn linkerhand is hij drie keer laag gegaan, langzaam is hij gezakt. Heeft die push-ups gedaan. Dus props, nou ja, Ryan, man van zijn woord. Um, deze aflevering gaan we het iets anders doen. Want zoals jullie weten, Goeners en alle andere voetballiefhebbers, is het een hele spannende week voor de Goeners. En ook voor de City fans, uiteraard. Is het een ontzettende spannende week. Want niet alleen hebben wij gewonnen van Manchester United en, het daarmee, en daarmee voor gezorgd dat het tot de laatste speeldag erop neerkomt wie kampioen wordt. Aan de andere kant speelt Manchester City morgen, want vandaag is het maandagavond. Speelt Manchester City morgen uit bij onze aardsrivalen Tottenham Hotspur. Dus morgen zijn ze even niet onze aardsrivalen, maar zijn ze onze Matties. Jawel. Dus wat ik deze aflevering wil doen, we gaan uiteraard even terugblikken op de wedstrijd tegen Man United. Maar daarna gaan we vlot overschakelen en vooruitblikken naar de wedstrijd. De laatste speeldag, deels de wedstrijd tegen, City die Manchester, euh, tegen de Tottenham die Manchester City heeft. En dan wil ik even aanvoelen van de boys hier, wat, hoe ze in hun vel zitten. Hebben ze vertrouwen, weet je, hoe zijn ze? Ze hebben al tickets aan het boeken voor zondag naar Londen. En ook jij kijker of, of uh, luisteraar, hoe zit jij in je vel als Arsenal-fan deze week? Nou, Manchester United uit in, op Old Trafford. We hebben 1-0 gewonnen, clean sheet again, away. Um, ik heb die wedstrijd uiteraard gezien. Volledig. Ik heb rustig op de bank gezeten. Het was moederdag. Iedereen heeft uh, gepresenteerd. Uh, moederdag kan je nooit moet zeggen. Maar gewoon fijne moederdag gaat denk ik, hoop ik. Moederdag ja, een beetje zelden. kunnen verwennen. Um, uiteindelijk, weet je, tw twintigste minuut kwamen we voor zoiets. En uh, in het begin hadden we, begonnen we heel, heel erg scherp. Dus erg aanvallend zag ik. Er waren kansen en dat soort dingen. Manchester United leek shaky. Ik zag ook de opstelling van Manchester United en ik dacht van, hé, hey, we moeten ze wel oprollen of zo, man, als ik het zo zie. Wij hebben de sterkste opstelling tot nu toe. We moeten ze oprollen. Als je naar onze voorspellingen kijkt ook, hadden wij allemaal de verwachting dat we ze zouden oprollen. Heel veel vertrouwen. Heel veel vertrouwen. Heel veel vertrouwen. En eigenlijk bij de voorspelling, ik zei nog, ik wil als een shaky boy doen, maar eigenlijk ben ik dat niet. Maar ik wilde eigenlijk 0-1 zeggen, weet je dat? Ik kan zeggen achterauw, ja. Ja, ja. Het ja, ja. is makkelijk. Hij halen. wilde gelijk, hij wilde gelijk spel <laughs> zeggen. Waar heeft hij het over? No, no, serieus. Ik wilde echt een 0-1 zeggen en dat is het geworden. Met dat heb ik niet voorspeld. Maar Sarge, hoe heb, hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Ik wil even van, ik, 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 wil van jou weten. Uh, zoals je al zei, man, de eerste drie minuten, vier minuten waren we echt kaart aanvallend bezig. Ik dacht ook van, oké, okay, dit gaat de goede kant op. Toen werd het even wat minder. Um, en eigenlijk door een fout van, uh, van hun verdediging kwamen we op 1-0. Uh, Casimiro stond gewoon licht in het buitenspel. Heft in het buitenspel, pardon. Waardoor we gewoon 1-0 konden maken. Um, ja, jullie, jullie zaten er wel wat meer, wat meer in met de, met de voorspellingen van 3-0 en dat soort dingen. Ik zei 2-0. Weet je wat het is tegen Man United? Speel, vooral als we uitspelen tegen ze. Om een of andere reden. Ze kunnen het hele seizoen nep spelen... Wanneer, wanneer wij op bezoek komen, opeens zijn ze hard. Opeens wil het, wil het lopen en is het gewoon billen knijpen, weet je. Want dat, dat gebeurde er helemaal met die 1-0. Oké, okay, het, het, het liep een beetje. Maar ja, ik zat wel stiekem een beetje te kijken. Van hey shit, ze moeten niet 1-1 gaan maken nu, weet je. Want die, uh, die links buiten van hun zat ook goed in het spel. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die link... Juist, hij zat ook heel goed in het spel. Dus uh, het was wel even billen knijpen op sommige momenten. We waren wel gewoon uh, goed bezig. Ook met, maar alleen met die wissels. Toen we, toen we die verdedigende wissels gingen zetten, toen we wat meer verdedigers uh, op het veld. Toen dacht ik van shit man. Zo, ik ben niet de voorstander van dat. Ik ben ook wel. Ik ben wel van, je moet de druk gewoon erop houden. Weet je? Want als jij als jij verdedigend gaat spelen, ga je hun meer ruimte geven op onze helft, waardoor hun meer hun spel kunnen spelen. Dus daar was ik wel een beetje bang voor. Maar uh, nee, we hadden het over de streep getrokken. Dus uh, ik ben blij met de overwinning, man. En op naar, uh, naar volgend weekend. Maar ja, ik, ik, ik ben het niet helemaal eens met wat je aan het einde zegt. Van, uh, dat toen we verdedigers inbrachten, dat je dat jammer ja. vond. Oké, okay, dat kan je dat jammer vinden. Maar als je het hele spelbeeld van de wedstrijd bekijkt, is het zo dat we eigenlijk na die goal die we hebben gemaakt, mm -hmm. niet echt meer aanvielen. En ik denk dat als, het op, als je het spelbeeld bekijkt, leek het ook echt alsof. Um, Manchester United meer grip op de wedstrijd kreeg. Als in, met, met meer grip bedoel ik dat ze iets meer gingen blaffen. Dus ze waren vaker in onze 16. Er waren wat, wat kansjes. Ik vond ze geen grote kansen op één of twee na. Um, en dan. Wat ik ook zei: een van die vorige afleveringen: dit is Arsenal 2.0. Hiervoor, als we soms is deze tactiek nodig om gewoon. Slot op de deur meer te gaan zetten. Weet je, ook als je gaat aanvallen, kunnen er juist ook ruimtes komen. Hè? Niet alleen als je gaat verdedigen, juist als je gaat aanvallen neem je meer risico's. Met verdedigen, ja, daar roep je het op je af. Maar als je nu kijkt naar onze verdediging de afgelopen gimmas, dit hele seizoen eigenlijk, kan je echt wel rekenen op die verdediging. Laat staan als je eentje erbij zet. Dus het is juist, denk ik, dat iemand als Arteta zijn ego dus aan de kant zet, op zulke momenten, wat ik nu gewoon zie. En eigenlijk iets doet wat heel gebruikelijk is in de voetballerij. Van hé, hey, zie je gewoon even slot op de deur, doe je de slot op de deur. Yeah. Nee, dat is, ook, dat is ook zeker waar. Hoor. Dat is ook zeker waar. Het was alleen, uh, wat ik al zei, ik was gewoon bang dat als we dat deden, dat, er dan, uh, dat ze dan meer aan hun spel toekwamen. Maar wat ik al zeg, man, ik was gewoon blij dat, het, uh, dat we het stabiel hielden. En dat we, het, uh, dat we de overwinning gewoon over de streep trokken. Dus daar was ik gewoon blij mee. Uh, super goed gespeeld, William Saliba. Ik zei het ook meteen in die groepsapp. Die guy, ja man. Toekomstige beste, beste verdediger dat, dat van de wereld. Dat weet ik bijna zeker. De tackle was echt nice hoor. Was perfect. Man. Oh, so. was, ja, man. Was, was te smooth. Hij, oh, hij, bleef, timed hij bleef, helemaal. Bleef, bleef goed naar de bal kijken. En toen... Pap. Mm -hmm. dus, ja, maar dus met dat gezegd. Ja, ja, heerlijke wedstrijd in dat opzicht. Maar was wel, was wel billen knijpen op het, uh, op het ja, einde. Ja, ja. Dat, uh, was, dat was het zeker. Ja, 100%. Ja, ik vond, ik vond het een... Ik vond, ja, wat je zegt, zenuwslopend. Uh, was gewoon... Voor mij van... Zeg maar, na, na, nadat we hadden gescoord, was het gewoon niet een comfortabele wedstrijd. Frits gaf net al aan van, hij, hij kon gewoon rustig zitten en kijken. Ik kon, ik kon geen minuut rustig zitten, man. Ik moest de hele tijd opstaan. Jo, zelfs als ik naar de wc moet gaan, dacht ik van, nou, nou weet je wat? Ik wacht wel eventjes tot, 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 tot halftime. Nee, maar het was een. Uh... Wat ik vooral vervelend vond aan een wedstrijd, was dat we ze lieten spelen. We lieten mm -hmm. ze spelen. En. en... In mijn hoofd dacht ik de hele tijd van, joh, wat voor tactiek is dit? Want ja. de, de Arsenal die ik ken is gewoon sterk aan de bal, geeft weinig weg. Uh, maar nu leek het alsof we ze gewoon lieten spelen. En, en, en pas wanneer, wanneer het, het ging te vaak en moest gewoon te vaak uh, aan de noodrem getrokken worden. En, en dat, daar hou ik niet van. Dus, joh, <laughs> ik, ik, ik kon geen moment rustig zitten om te kijken. Maar ja, dat, dat is. Uh... Hoe ik ernaar ja. heb gekeken, man. Maar waar, ja. waar denk je dat dat aan lag dan? Dat, uh, dat, dat, dat we zo ik denk, vaak... Uh, ik, denk de ik denk toch zenuwen. Ik denk toch zenuwen op een of andere manier. Want je, je zag wel dat ze probeerden te combineren. Maar ik denk dat... Uh, ik denk dat we... De uh, ook een beetje onderschat. Ik denk dat hij tactisch... Wel heel sterk is. Dat hij ons op een of andere manier toch eruit heeft gespeeld. Dat wij gewoon niet... Um, ja, in, in het spel konden komen. Maar weet je wat, weet je wat dat, dat ding ook is, zeg maar. Misschien moet jij zeggen, Rein, wat jij daar nou van vindt. Want mm -hmm. als ik soms naar wedstrijden van Arsenal kijk, tuurlijk, we zijn Arsenal-fans, we kijken met de Arsenal-bril op. Maar City speelt ook niet elke wedstrijd overtuigend. De meeste wedstrijden wel, zoals wij. Maar niet elke wedstrijd is het zo dat je denkt van hé, hey, zij zitten er, zij zitten per se helemaal in de wedstrijd of zo. Dan zijn het, is het soms gewoon de individuele klasse die dan een opening maakt en dan staan ze voor. Snap je? Dus het kan hmm. ook gewoon echt zo zijn dat er niet per se de zenuwen waren bij Arsenal, maar gewoon hmm. de tactiek. Dat ze juist die tactiek gewoon goed hebben uitgevoerd. En mij moet je niet vragen wat voor tactiek het was, maar dat heeft ervoor gezorgd dat we drie punten hebben gepakt. Zo simpel is het. Ik weet niet hoe, hoe jij daarin staat, Rijn. Uh, ja, ik denk wel dat het een tactiek dingetje is, maar ik denk dat ze gewoon ook gewoon slordig waren. Um... Als ik er, er nu een beetje over nadenk, hoe jullie over praten... ...denk ik een klein beetje aan die Brighton game. <clears throat> gewoon, je scoort die 1-0, je blijft gecontroleerd. En eerlijk is eerlijk, Martinelli kwam een paar keer goed weg. Je hoopt dat zo eentje er gewoon ingaat, 2-0 en je bent klaar. Zo kwam het een beetje over. En als ik dan ook denk aan hoe Ten Hag speelt... ...en ook bij Ajax heeft gespeeld... ...hij is heel erg van de, van de, op de counter heel snel weg. Daarom zie je ook de vleugelspelers die hij die, 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 die erin heeft zitten... Een Diallo kan eromheen. Kan er tussendoor. Garnacho was goed. Maar wat ze misten allebei was gewoon de afronding. De laatste paas. Ze waren gewoon slordig, heel slordig daarin. Maar dat is een beetje het systeem dat Ten Haag van zichzelf speelt. Dus ik denk dat Arteta heel bewust heeft gezet. hé, hey boys, we gaan het gewoon over de streep trekken. We hoeven niet met heel veel te winnen. Maar we laten ze gewoon komen. We, so we soak op de pressure. En wanneer het kan. Want Havertz ondanks dat het Casemiro zijn fout is, Havertz had wel heel goed gezien dat Casemiro niet op zijn nee, lijn stond. Ja, 100%. Nee, dat neem dus ik Dus je ook ziet zeker hem gewoon. Van hem weg, 100%. Ja, dus je ziet hem gewoon pap instappen en gelijk is hij weg en Trossard speelde Wilde niet een goede wedstrijd, maar zoals dit seizoen eigenlijk elke keer is hij wel belangrijk. Hij maakt de 1-0 of hij maakt de winnende. Schek man. Ja, trouwens een hele mooie actie van Eudegaard uh, tegen uh, uh, Amrabat volgens mij. Die hé, oh, hey. hey, mijn, <laughs> mijn god. Jesus. Mijn Bos, god. Bos die... heeft gestuurd. Ik, ik zeg hey. je, maar weet je wat die fout was? Hij struikelde twee keer, hè, broer. <laughs> als je twee keer struikelt, weet je hoe paranat is, broer. Prins, weet je nog, weet je nog vroeger bij, bij muziekles hadden we zo'n leraar? Als je iets fout speelde, kerstdag. Het ja. was gewoon echt zo'n zo moment. was gewoon echt zo'n moment. Hé, kerstdag, ja. kleine shimmy. Oh, ja, man. En het ding Dat is, was, het ja. is eigenlijk een, een, een gebruikelijke lichaamsbeweging, toch? Maar het is ja. zo scherp gedaan. We, weet je wat ik nog mooier vind? Eudegard keek niet eens achterom. Hè. Hij was gelijk Kloesou verder <laughs> met het spel, Pasen dus, <laughs> alsof, het, alsof het niks is. Terwijl, ja. terwijl Amarabad een goede wedstrijd heeft gespeeld. Ja, hij, hij, zeker, hij had ja, ja, wel ja. veel foute passes ook, maar het was vooral die interceptions van hem dat hij heel veel uh, aanwezig ja. was. Ja. Zeker. Klopt. Dus wel een zo. van de betere spelers aan United zijde, inderdaad. Deze wedstrijd. Ja, zeker. Ja, deze ik ik moet wel zeggen Alleen... dat, ze, dat ze een aantal goede jonge spelers hebben. Zeg maar. ja, ja. Af en toe zag Is ik. Ook... Uh, ik ken, ze, ik ken ze niet allemaal, maar soms zie je ze aan de bijna en dan denk je: van, oh, wow. Ja, Alvast, sterk, snel, gevaarlijk. Ja, nee, dat vond ik ook, ja. Die, uh, ja, die Young Boys, dat was. Uh, dat is Dialo. de toekomst, man. Ja, dat is de toekomst. Want uh, op dit moment uh, loopt het niet. Maar uh, ik, ben wel, ik ben het wel enigszins met. Uh, Den Haag eens. Ik denk dat het heeft, heeft zeker wat te maken heeft met blessures. Alleen wat ik al zeg, het is gewoon heel grappig. Ze draaien, ze draaien niet, maar tegen ons ja, dan, 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 dan komt er een extra tandje bij of zo elke keer. Want we winnen amper bij Old Trafford. Hè. Dit is pas de tweede oh. keer binnen zoveel ja. weet ik veel, twintig jaar of zoiets, dat we bij hun winnen. Ik weet niet precies wat de statistieken zijn. Maar het ja. komt er gewoon op neer. We winnen heel moeilijk, we heel moeizaam bij hun. Um, ja, en dat heeft, dat heeft denk ik ook een bepaalde reden. En wat dat is, dat durf ik ook niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Ja. Maar ja, uh, yeah. we hebben wel over de streep getrokken. Dus uh, daar ben ik wel blij mee, man. Zeker. 100 procent. We zijn allemaal, Heel blij. We zijn allemaal ja. blij, man. En even props naar Arteta wil ik wederom geven... dat hij ervoor heeft gezorgd tot nu toe... dat we twee seizoenen achter elkaar competen voor het kampioenschap. En nu gewoon tot de laatste speeldag... Ja. Er zijn nog enkele uh, leuke feitjes. Dat, is, dat zijn enige feitjes die jullie deze aflevering gaan krijgen. Kijk eens, eens want we willen over de, de laatste dat gaan praten en zo. Maar met Arteta nu hebben we de meeste punten bereikt in een seizoen. Ooit. Ja. Dus in de hele arsenal Historie hebben we tot nu toe de meeste punten behaald. Zelfs meer punten dan die Invincible, invincible. Season, waar we alles ja, hebben ja. niks hebben verloren. Ja, ja. Dus dat gezegd maar... hebben we het seizoen hebben we nu. Uh, min, meeste doelpunten voor en minste tegen ten opzichte van uh, alle andere clubs. Dus ook je, dan City dan zie je hoe moeilijk het toch is om kampioen te worden. Dus je ziet het, het is geen uh, eh, toch kinder, kindercompetitie. En ook in onze historie trouwens, meeste doelpunten voor. In onze hele historie meeste doelpunten voor, dankjewel journalist 0,5k. Uh, 05 My guy. My guy. <laughs> ja man, precies. Dus. En ook meeste clean sheets uit. Dus weet je, het, het, dit, dit hele heel, seizoen heel, waren heel veel we, mooie we, dingen. Ja. Echt heel veel mooie dingen waren we ook eindigen, goeners. Alsjeblieft, respecteer wat Arsenal aan het doen is. De hele club, de spelers, respecteer het alsjeblieft. Oké, okay. dat wil ik gezegd hebben. Oké, okay. menu, United was leuk. E wat ik ook laatste dingetje, wat ik, wat ik een beetje fatsoen vond, dat laat ook wel zien wat ik zei dat het met menu echt uh, niet omhoog gaat. <laughs> dat er gewoon water ging lekken in die stadion, broer. Overstromen bij die stoelen en uh, uh, shit. Het ja, schijnt straar, ook man. in de kleedkamer, hè? In de kleedkamer, uh, broer. Dat, dat schijnt ook, ge dat nee, schijnt ook je, geweest. Dat, dat kan niet, man. man. Dat kan dus niet, is gerucht. Ik echt, weet niet of het waar is, maar... Man. En dit is in lijn met wat Ronaldo zei. Niks is vernieuwd. Is wel lijp. Ja. Ja, 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 Dat wel, dat wel. Maar ik kan, kan niet voorstellen niet, dat het in de kleedkamer uh, er zo aan toe gaat. Want het zag er wel echt fucked up uit, Het zag er wel echt fire uit. Je ziet, gewoon, je ziet gewoon emmertjes overal. Ja, man, dat is wel pijnlijk, man. Om het op te vangen. Dat gaat echt te ver, man. Dan ben je ja, een man. van de rijkste clubs ter wereld en dan heb je zulke, zulke issues. Maar goed, ze ja, zeiden man. wat ze zeggen is uh, Red Cliff. Hè, volgend seizoen dan uh, komen die uh, gezondheid, dan komen die veranderingen. Dus, dat zeggen ze. We gaan het zien. We gaan inderdaad. het zien, want ze hebben al best wel veel geld uitgegeven. Dus uh, aan, aan de uitgaven ligt het. Uitgaven van de spelers ligt het niet. Ja, maar goed, als je, als je bijna 100 miljoen, 100 miljoen aan Anthony uitgeeft, ja, dan, word, dan word je niet vrolijk van, nee. Want ja. ook, uh, ook hij, man, ook ja, bagger, man. Echt bagger. En weet toch, ex ajax dus natuurlijk hebben we een vorm van respect voor hem. Maar Frits, gaat het, man? Ja, hoor ook kort, PC. Oh, ja. Ja. Maar um, ja, we hebben hem zeker weten in, uh, wat respect voor hem, maar nou, het, is gewoon, het is gewoon slecht. Dat is gewoon weer ja. slecht. Ja, dus. nee. Moet ten Haag blijven? Laatste over United. Moet ten ja, Hague maar blijven. 100 man. Ik, ik denk ja. het wel. 100%. Ik, ik denk dat we... je die man tijd moet geven. Uh, ik wil Manchester United niet beter maken of zo, maar de waarheid yeah. is wel. Uh, de waarheid is wel. Ja, naar mij, naar, naar mij luisteren ze toch niet. Maar de waarheid is wel: ik zal Ten Hag zeker behouden. Hij heeft gewoon uh, wat meer tijd nodig en uh, hij moet even goed kijken naar hoe hij zijn uh, training doet, man. Want die spelers zijn niet voor niks uh, zo geblesseerd. Hij moet even misschien zijn trainingsschema aanpassen of iets. Andere visio's erin, ik weet het niet. Hmm. Maar daar gaat het, denk ik, uh, daar gaat het meestal over het algemeen. Ze hebben wel redelijk goede spelers. Uh, en ik denk wel dat hij er wat van kan maken. Dus ik zou hem behouden. Ik weet niet wat ja, jullie ervan vinden. Mij, ja, voor mij is het een beetje dubbel. Want aan de ene kant wil ik hem gewoon bij Ajax hebben. Want ik denk dat hij, als hij terugkomt bij Ajax, dat Ajax het veel beter gaat doen. Um, want dat is mijn, mijn tweede team uh, uh, naast Arsenal. Uh, maar tegelijkertijd, hij doet het niet goed bij, bij Manchester. Dus dan denk ik ook van ja, dan laat hem lekker bij Manchester blijven. Zodat, zodat ze het niet veel beter gaan doen. Dus ja, ja, ja. een beetje dubbel. Een beetje dubbel. Voor mij, ik heb hem wel het liefst bij Ajax, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, daar ben ik het mee met je eens. Um, maar hij zal zeker moeten blijven. Kijk, dit seizoen hebben ze ook veel, veel dingen gehad, weet je. Klopt. Um, oneenigheid met spelers. Uh, allemaal dat soort dingen. Naast blessures, hè, het rommelde gewoon echt heel veel binnen de club. En ik denk als dat eenmaal allemaal rechtop staat, yeah. dat we een beetje bang moeten worden voor Man United. maar Niet bang, maar je snapt wat ik bedoel. Meer waarschijnlijk. Nou, we moeten echt gaan kijken inderdaad hoe dat gaat lopen, want... Kijk, nogmaals, ik kom er weer op terug. Maar als je zoveel geld uitgeeft aan een speler zoals Antonio uh, Anthony. Anthony yeah. Ja, en uh, Sancho uh, was ook, kost ook zoveel geld. En hij is nu ook de deur is ook uit de deur. Dat soort dingen, weet je. Dus ik denk ook, je moet daar een beetje rekening mee houden als trainers zijn. En je moet niet uh, de, de gekste bedragen gaan betalen voor spelers. Die, want het gaat ook in hun hoofd zitten. En ik denk ook bij heel veel spelers bij Man United nu. Het zit gewoon in hun hoofd van: hé, hey, ik ben er al of zo. En ik. Hoeft niks meer te bewijzen of zoiets. Zoiets lijkt het een beetje, weet je. Ja. En zelfs ja. dingen voor Ten Hag, hoor. Ik bedoel, met Maguire en zo, 80 miljoen. Waar gaat dat over? Dat, dat, sorry, man. Dat slaat nergens over. Het slaat nergens op. Dus zulke dingen denk ik ook dat spelen. Ik denk, ze moeten gewoon net als wat ze bij Arsenal hebben gedaan. Echt gewoon de bezem er doorheen, doorheen. De bezem er doorheen. En al ben je de beste speler. En dan kom ik weer terug op Oba. Hey bro, als je het niet inpast, je gaat er gewoon uit, weet je en ook, en misschien zeg ik dit... ...want ik ben een beetje, beetje Ronaldo-fan... ...ook hoe hij omging met Ronaldo, dat was niet... Uh, ...hij was letterlijk de beste speler dat seizoen. een van de beste spelers... ...en dat je hem zo behandelt... ...ja, is faaier, fa ja, man. Maar. maar goed... ...we gaan het zien wat, dat, uh, wat de toekomst brengt... ...voor, uh, voor United. Ja, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Blijft uh, spannend... ...aan die kant, want het seizoen is bijna ten einde ook. Dat gezegd hebben Het dus. seizoen is bijna ten einde... Wat een seizoen tot zover. Maar. Heel mooi seizoen. Een heel mooi seizoen. Maar we zijn niet klaar met het seizoen. Want. Nope. Morgen. Ik weet niet wanneer je dit kijkt, kijker of luisteraar. Maar het is nu maandagavond. En morgen is het dinsdagavond. Waarop Tottenham. De Spurs. Thuis. tegen Manchester City speelt. Jeez. Als. Laten we duidelijk zijn. Elke goener weet dit. Maar ik ga het herhalen voor jullie. Als City punten verspeelt, hetzij gelijk speelt of verliest, kunnen wij bij winst kampioen worden. Tenzij City met, met heel veel doelpuntenverschil gaat winnen. Begrijp je niet, hè? Ja, het, het zijn weinig... nog maar drie. Het zijn, het zijn maar er nog drie. maar drie, ja, het zijn er echt niet meer. Vier, vier. Ja, vier. ja maar het is, is, ja, is veel man. het is weinig ja, Vier. Het is, ja, het vier, is al maar weinig ja, nu. Ja, oké, okay, maar als wij winnen, komt daar minimaal één bij. En dan moet City. 6-0 winnen, want onderling zijn wij beter over hun gewonnen. En meer doelpunten ja, voor en zo. Dus ja, ja, ja. zij moeten dan klopt. minimaal met 5-0 winnen. En wij moeten, en wij moeten dan nog willen uh, niet scoren, soort van. Wij moeten niet scoren, bedoel je? Ja, als, zij, als, uh, we, ge, als we ze gelijk spelen, en dan moeten zij minimaal 5 doelpunten. En wij moeten natuurlijk, hoe wij uitlopen, maakt voor hun alleen maar meer doelpunten. Ja. Nog, ik snap hem niet. Als wij 3-0 winnen, moeten ze acht scoren tegen Everton. Ja, zo. Ja, ja. ja. Oh, dat bedoel je. Ja, precies. precies. Ja. Juist. Ja, man. Dus weet je, dan, dan hebben we het gewoon in eigen hand. Dat ja. komt gewoon op neer. Ik wil even weten, boys. Yes. Hoezeer supporten jullie Spurs nu? BFF? So <laughs> BFF? <laughs> <BFF's? laughs> <laughs> ja. ze, ja, ze zeiden het ook bij EFTV. We in this together. Het is nu North London United. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> believe, believe. <laughs> believe, believe. Yeah, believe. Nee, yeah, nee, yeah, nee. Ik, uh, sowieso ben ik even een uh, Tottenham fan. Maar wat er heel vaak gebeurt dit seizoen is dat je hoopt dat City verliest. Maar dan. Jo, ze, ze maken. Ze maken Koud, ze, maken, ze maken helemaal kapot, man. Ja, man. En, dan denk, en dan blijft het heel lang 1-0. Dan denk je van ey, misschien kan het 1. En dan, wordt het, en dan ah. blijft het niet bij die 2-0. Het wordt 3, 4, 5. Dat je denkt van: weet je wat, laat maar zitten, man. TV gaat ook gewoon uit daarna. Het ja, ja. heeft geen zin meer. Maar ergste, ergste. Er, ja, sorry. Ik zeg nee, 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 maak je, punt, maak je punt. Nee, ergste is wanneer ze achter staan. Dus ze staan 1-0, achter. Je denkt, hey, ze kunnen verliezen, man. Klaar. Wow, je checkt weer 5-1. Ja, <laughs> yeah. is Jullie hebben, you hebben niet veel vertrouwen in Tottenham, boys. Nee, 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 ja. maar, maar, nee maar ik denk dat Tottenham zo geen vertrouwen heeft in nee, oh. City City. Tottenham die, wil gaat. verliezen. Maar City wint niet vaak Tottenham bij... Fans. Uh, Tottenham fans willen dat. dat Tottenham uh, fans see. willen dat, ja. Maar City yeah. wint niet vaak bij, bij, uh, bij White Hart Lane, hè? Ze ja, winnen klopt. niet vaak. En die trainer, ik weet niet of, die, of, of hij de waarheid spreekt of niet, maar die trainer van ze, die zei ook van, nee, we gaan gewoon voor de winst. Want als ja. uh, Villa vandaag verliest van Liverpool, kan Tottenham nog naar de Champions League gaan, weet je? Ja, dus, dus, ja lekker is dat goed. ook. Ja, tuurlijk, want het is niet van uh, dat ze niks meer voor uh, te spelen hebben. Ze hebben nog iets om voor te spelen. Ja. Dus uh, ja, waarom zou je dan niet uh, je best willen doen, weet je? Ja, oké, okay, uh, Arsenal wordt kampioen, eventueel. Maar alsnog, je moet ook naar jezelf kijken. en Dat geldt ook voor ons, als wij in zo'n situatie zouden zijn, weet je? Ja, mm -hmm. dat kutte is daar wel weer. Tenminste, uh, Liverpool is altijd voor de winst gaan. Maar is het seizoen al klaar eigenlijk. Uh, omdat ze sowieso derde zullen worden. Ja. Uh, dus dan ja, hoop je niet dat zij erin gaat van, ja, zal allemaal wel. Dan hoop je wel dat zij nog steeds die wedstrijd ook echt gaan willen winnen. Liverpool kennen Klopt, kennen dat, wil hij gewoon winnen. Okay, laatste seizoen. Zijn zijn laatste twee wedstrijden. Wedstrijd, uh, Klopt. Ja, klop, dat wil je ja. ja, 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 niet, okay, niet verliezen, man. Ja, dat wil je niet verliezen. Dus ja. we gaan het zien. Ik denk wel dat uh, Liverpool uh, het goed gaat doen vanavond waardoor die opening toch komt... en dat uh, Spurs gewoon moet gaan morgen. Ja, wordt een mooie wedstrijd vanavond, man. Eef, twee Zeker. leuke wedstrijden, gewoon door de week. Ja, man. Ik kijk er wel echt naar uit. Eef, vanavond, In, de In de woorden van Kai Havertz... I'm the biggest Tottenham fan right now. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja, Echt, <laughs> ja, ja, man. Ja, man. Wat, ja, man. wat, wat een wedstrijd. Hey, ik zeg je eerlijk, hoe lang is het geleden... dat we zo kunnen praten, boys? Dat we Yo, met we zoveel jong. excitement... Hey, zoveel excitement in onze body kunnen zitten, man. Als volwassen man. Met yes. zoveel excitement, broer. Ja, man. Nee, is ook, man. Dus we gaan het yes, meemaken. Is het echt, is echt mooi, man. Of we hem nou winnen of niet. Ja, ja, het, is, het, is gewoon, het is echt een mooi seizoen. We, we, zijn, we, zijn, we zijn echt verwend. Mm. Ja, ja. Dat klinkt vies, maar je snapt wat ik bedoel. <laughs> nee, is, we zijn, ook, is ja, ook. We zijn, we zijn echt verwend, man. Gewoon, bij, <laughs> je, bijna je... niks verloren, gewoon. Maar al, al, worden, al, al worden we geen kampioen, ik kijk, dan, ik kijk al meteen uit naar volgend seizoen. Van, het kan eigenlijk alleen maar beter worden, weet je? En uh, ik denk ook wel dat ze al. Precies, ze zijn al aan het kijken van wie gaan we halen en zo. Ik had een, uh, een, een lijst met, uh, met namen strikers, dan had ik gehoord. Ja, dat zou wat moois kunnen worden. Of dat echt zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, maar nee, dus het is ook meteen uitkijken naar volgend seizoen, man. Van wat gaan we dan doen? Sowieso Champions League voetbal. Al, dus dat is al. Dat is nice. Dat is al meteen nice. En dan, uh, ja, en dan hebben, we al, hebben we nog uh, vier andere prijzen. Drie andere prijzen om voor te spelen volgend seizoen. En vier als we kampioen worden natuurlijk. Ja, ik twijfel alleen over ons potentieel uitshirt. Ik ja, heb gezien, nee, maar je is je. Is het gezien. Het ziet er een beetje apart uit. Ik heb het niet gezien. gezien. Serieus? Do, doe maar niet. Ja, echt. Het, is, uh, het, is een, het is een half verkrekte... Weet je nog die derde shirt van Ajax? Die, uh, die, die beetje die rasta-achtige shirt. Met die, uh, ja, met die ja. rasta. Zoiets so is het, maar dan een beetje verkrekt. Ja, maar die, die, die ja, moet je die, die, die niet meer die, die van Ajax is misschien de best, best verkochte hard shirt ooit. Ja. Nee, die, ja, die, was hard, die was hard. Maar, maar wat ja. wij krijgen is, een, is, is, is ja. de verkrekte versie daarvan. Dus liever ja. niet, man. Maar fuck met die, die, met die designers dan, George. Je moet je, moet, je, moet je gaan. Uh, ik ik daar, moet dan. even gaan aanmelden. Hé, hey, hey, alsjeblieft. George, George, alsjeblieft. George gaat zo die Nigeriaanse kleuren. Is niet erg Als het maar lid is. Als het maar lid is. als het maar in zetten. Zo klein. Ja, oh. leuk man. Joyce, klap die mensen alsjeblieft dan als je daar zit. Klap ja, ze direct voor alle seizoenen die oh, ze slecht hebben gedaan. We gaan, het, we gaan het fixen, man. We gaan het fixen dat, dat ik ga designen voor ze. Ik, 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 ik eerlijk ja. het, maar, ja, maar, ja, maar. maar, maar oké. Okay, maar, maar even daar. Uit tenue van dit jaar. We hadden het erover. We hadden heel wat een lage, vieze, vieze tenue. Ja, goed punt. Maar nu, ik heb hem nog niet, maar ik wil hem wel hebben. Oké, okay, ik zeg jullie. Eerlijk, Gewoon puur omdat het zo'n mooi seizoen is, denk ik van. Ja, ja, ja. Ik wil ik hem hebben. Maar ja, Rijn. Ik, ik zag hem donderdag in het echt. En toen dacht ik wel even bij mezelf: van, hello man. Hij is goed, Nee, man, nee. het is een goed, nee? man. Oké. Okay, ik okay, zag okay. hem weer in het echt. En toen dacht ik. Uhm, oh, ja. Ik zou dat eerder dat... die thuis nu halen. Laat me het zo stellen. Ja. Nee, eerder die ja, andere, eerder die, eerder die derde shirt, man, die vond ik wel ja, mooi. Die, die heb ik wel wel ook niet die is echt hard. Die is hard, mm. ja. Die is zeker hard. Ja, ik, ik, ik heb de nieuwe nu niet gezien, of die potentiële. Maar ik ben wel benieuwd. Uh, oké, okay, Prita, uh, voor jouw jou beeldvorming. Het is zwart. Maar mm. dan, uh, dit logo wordt trouwens veranderd, wordt alleen maar het kanon. Die is rood. De Adidas strepen hier zijn groen. Ja, oké. Okay. En dan hier heb je een soort van rare patroontje of zo ik weet ja, niet wat ze doen. Zwart-witte patroon ofzo. Het <laughs> is niet hard, het is niet hard. Zet, maar... Als het kan, zet het in die, in die podcast voor de, voor ja, de kijkers. Ja, zet het, zet het, Sars. het is, het, is, het is om die tegenstanders af te leiden, maar voor van kijk ik naar, ik weet <laughs> je, 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 Ze zijn helemaal, <laughs> oh, maar, ze zijn helemaal is... van slag. Ze zijn helemaal van slag wanneer ze die shirt zien. Dus uh, ik denk misschien maar, is dat er reden. Maar weet je, dus zij denken gewoon, dus die designers denken gewoon van... Luister, dit seizoen hebben we uit meeste clean sheets. We moeten nog een lelijkere shirt maken. Dan <laughs> ja, winnen we ja. alles uit. Gewoon... Hey, <laughs> hey, daar zeg je wat, man. Dat dat we hebben een record in die lelijke gele Islington shirts. Ja, man. Ja. We gaan het zien. Hé, hey, Fris, daar zeg je wat, man. Het <laughs> lijkt like, like, like misschien wel... Ja, het kan best kloppen. Straks komen ze met oh, lelijke thuisshirts, lelijk. broer. Nou, alles wordt niet. lelijk om alles te winnen. Kan niet. Bikko Onmogelijk. Nee maar, nee, maar spannend man tegen Tottenham City. Um, ja, ik, ik wil even weten. Normaal doen we voorspellingen alleen voor Arsenal. Maar wat voorspellen jullie van de wedstrijd Tottenham City? Saars. Bikko man. Eh, kan ik niet als laatste? Wat is dit? Mm. Uh, um, shit man. Mm. Je mag niet te veel nadenken. Het gaat om onderbuikgevoel. Onderbuikgevoel. onderbuikgevoel is, uh, is uh, ze spelen gelijk. Hoeveel? Ze spelen gelijk. Uh, doe maar 2-2, man. Ze spelen gelijk. Zenuwslopen voor ons allemaal. Zowel voor Tottenham, voor City, als voor Arsenal. En voor Aston Villa. Misschien ook nog. Ja, ja, ja zeker. Ik, 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 ik hoop op een stunt van uh, Tottenham. Um, ik, ja, want ze willen gewoon Champions League spelen. Dus ik, ik, ik hoop dat het, dat het heel lang 1-1 blijft. Misschien krijgt iemand van, uh, uh, van City rood en dan de laatste drie, vier minuten Tottenham 2-1. Boom, afgelopen. Oh, oh. Da daar hoop ik op. Daar hoop ik op. Maar je, we weten allemaal, als je, als je uh, City gewoon tijd geeft, gaan ze scoren. Ze scoren altijd. Dus gewoon echt de laatste paar minuten scoort Tottenham en dan is het gewoon afgelopen. Jij komt gewoon met een droomscenario, broer. Hé, hey, yo. <laughs> een droomscenario. Dat, dit is echt een droomscenario. 2, Ryan. 2, Kijk, Ryan, hij is nu al aan het bidden. Hij wordt zo, al zenuwachtig. <laughs> Ryan is down to zenuwachtig. <laughs> Boys. Oh jee, oh jee, oh jee. Ik vind die echt lastig, maar ik denk ook een winst, man. Wat had je gezegd, George? Uh, 2-1. 2-1 voor Tottenham. Oh. ik denk 3-2. 3-2 voor Tottenham. Oef, ja, ja. ja. Het wordt zo'n vies wedstrijd. Okay. Maar, nee, maar weet, je, weet je het wel eens voor Tottenham? Ik weet niet, man. Ik vind hun centrale verdedigers wel hard. Maar verdedigen doen die het gewoon niet hard. Waardoor... Ik zie al dat de corner goal gaat, dat ja. ten eerste. Maar je weet toch, als ze net zo spelen als tegen Arsenal, dan bedoel ik de tweede helft toen dus ze er een beetje in komen. Je weet toch, ineens kan die verdedigen, net als Romero. Gewoon ineens random oppoppen voorin. Poep en hij scoort. Van de fans scoorde ook gewoon tegen ons. Random stond hij bij ons in de 16. Ik snap niks. Ja. Dus, dus, wat uh, wordt het? 3-2 hè? 3-2-3. Okay. Maar ik zeg het alleen uit hoop. Want tegelijkertijd denk ik: no, maar City gaat het niet weggeven. Dus dat moet ik erbij zeggen. Uh -huh. <laughs> Kijk. Onderbuikgevoel is, back gevoel, nee, onder is, is ja. dat City tot hem echt pakje gaat geven. <laughs> <laughs> Ik zeg Onderbuikgevoel. Ik zweer het je. Tot er dat is dood ook mijn onderbuikgevoel, maar je wil... Zoals wil, wil, wil je die onderbuikgevoel geen ruimte geven? Nee. Oh, oh, ja. Belief! Believe. <laughs> Believe, <Ja, laughs> man! Believe. City gaat. Maar het is wel... Het is waarschijnlijk wel de realiteit, inderdaad. Gewoon een vieze pakram. En weet je wat het ergste is? Die Tottenham fans gaan het nog toejuichen ook nog. van Ja, ja gewoon, City, man. ja man, ja man. Ze ja, gaan nog blij zijn ook. Nice dat, dat, yes. is wel... ja, maar dat is wel dat schandelijk, man. Dat is wel schandalig als je dat als, uh, als supporter ja. base zou doen. Dat je, dat je team krijgt gewoon een vieze pakkie. En alleen op basis van, uh, van wat jij wil voorkomen, vind je het goed. Dat is Tottenham, bro. Dat hele, is Tottenham. Hun, hun prijs is als ze boven ons eindigen. Hun prijs is als wij geen prijs ja, pakken. Man. Ja, Toen die Champions League ook. Gewoon hederate. Je weet toch? Lekker, maar jullie zijn eruit. Kio. Jullie ja. zijn er niet eens in. Nooit in geweest, ja, nee, dit zes ja, maanden. Ja. Nee, nee, maar ik, ik, ik zeg je eerlijk: dat, dat is dus mijn onderbuikgevoel, alsjeblieft. Ens, poste Koglu. Regel het. Ik weet dat we aan aanvallen, maar denk na met je hersens. Alsjeblieft. Weet je, lu lu luister naar je staf. Luister man. naar je staf, alsjeblieft. Ja? Ga niet gewoon wild erop, want City gaat je vernietigen. Alsjeblieft. Ja? Son, we hebben je nodig. Son, sta op. Son, sta, zet, zet twee Captain Armbanden om, broer. <laughs> niet maar één, zet twee om, broer. Neem het team op, Lisson, in de sleeptouw. Richarlison, channel je in oké, okay, bro. Echt waar, man. Richarlison, maakt niet uit, doe je ding. Mickey van de Fan, kom met je snelheid. Ga gewoon de spits staan. Je krijgt een sticker van Son en Prik zoals je heb geprik laatst. Prik weer, je het, toch? Doe iets, mm. boys. Spurs. Living in hope, man. Living in hope. Echt waar, man. Come on, come on you Spurs. Godver. C-O-Y-S. Godver, damme. Bro, bro, bro. Bro, what's that? Sorry, sorry. sorry Oké, okay, yeah, yeah. we gaan krippen, maar niet eens. <laughs> <laughs> nee, maar nee. goeie. Ik, eh... Uh, ja, nee, maar, uh, nee, maar ook Richard hij is, hij is ook zo'n speler die me gewoon doet denken aan Anthony, man. Gewoon heel veel, heel veel uh, hype om zichzelf heen maken, maar het, het toch niet kunnen doen of zo, weet je. Ja. Uh, maar wie weet, laten we hopen dat hij het, uh, dat hij het uh, morgenavond uh, misschien voor elkaar krijgt. Ja, even, even snel, zagen jullie, zagen jullie hoe, hoe Anthony keek vlak voordat hij erin kwam? Ja, ja, man. Hij is zoveel meer. Maar, uh, ik ga het doen, man. Ik ben ready, man. Ja, maar, ja, eerlijk, ja. hij maakte me wel een beetje bang. Maar ik dacht van, hé, joh. Ja, maar ik dacht van, deze boy Heel, gaat heerlijk. drie prikken, man. Hij is klaar, man. Toen ik de eerste kans zag, was ik al van, nee, het is goed zo. Het is goed zo. Ja, man. Weet, Weet je wat het, was het mooiste nee, was? Belachelijk. Hij eh, kijkt zo om vervolgens linksback te gaan spelen. Ja, ja man. Ja, man. Ja, man. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zonde, zonde, man. Ja, maar die blik was pas. Was <laughs> Hij was, hij was ready, man. Hij was echt ready. <laughs> hij dacht echt van: nee. ik ga, nu ga ik me laten zien. Nu. Ja, man. Vandaag is de wedstrijd. Nee, broer. Nee, broer. Uh, nee. nee het, is hem, het is hem niet geworden, man. Het is hem niet geworden, helaas. Het is hem echt niet maar, geworden, uh, man. Maar, maar gelukkig okay. gelukkig, dat zo, helaas. Zo, helaas. Oh, voor, hem, voor hem, voor For hem, hem. Ja, ja, ja. <laughs> voor hem, helaas. Voor hem, helaas. Niet voor <laughs> ja. ons, niet voor ons. Don't <laughs> ik it twisten, man. bijna para. Nee, ja, nee, uh, hoeft niet, hoeft niet. Pak je rust, pak je rust. Wow. We gaan al bijna als hem te kijken. Ja, dat ja. ben ik al. Eng. Nou, maar lastig, maar, man. Maar boys, weet je... Kijk, we doen deze podcast en we vinden het ontzettend leuk. Kijkers, luisteraars... Hé, hey, we hebben de 100 volgers op Instagram bereikt. 100 volgers. We zijn pas begonnen, weet je. Tuurlijk, ik weet, 100 volgers is niet veel. Maar wij vinden het wel veel, want we zijn pas begonnen... en we waarderen elke volger die we hebben. Elke kijker... Hoe klein we nu ook zijn, elke kijker waarderen we. Of we nou straks 100.000 volgers hebben, 100.000 views, we waarderen de kijkers die nu al kijken. Yes, dus dan mag yes. je dat ook weten als jij kijkt. We waarderen jou enorm. We zijn trots ook op jou. We zijn blij met jou. En koop jij ook met ons. want daarom kijk je, denk ik. Dus um, ja, als je een, een groener bent. We voelen die spanning ook. We voelen die spanning ook met jou mee, man. We voelen het mee. En Super. na die wedstrijd van Tottenham tegen City, wat mm -hmm. de uitslag ook wordt, het moet nog gebeuren op zondag. Dus niet denken, oh, Tottenham heeft het niet kunnen regelen. Het is over. Ja. Mm -hmm. we denken dat Tottenham net zeggen, City gaat het thuis regelen, net zoals wij het thuis ook verwachten voor Everton. Maar de bal is rond. De bal is rond. Ja, ja. City tegen Real, ja, weet je, misschien dachten we die thuiswedstrijd dat, dat, ze hadden, dat ze het ook over streep zouden kunnen trekken. Is hem ook toch niet gewoon, heb je het wel over Real. Ik wil Real niet met Tottenham vergelijken, alsjeblieft niet. Maar de bal blijft rond, alsjeblieft. Dus laten we daarbij stil blijven staan, er is nog, er is nog volle hoop. Maar we zijn zenuwachtig, we zijn zenuwachtig. Nou, Ik denk al dat... Het... Ik denk wel dat het echt pijnlijk zou zijn als uh, Spurs City gewoon een pakje geeft. En, we denken, en wij spelen we gelijk. En wij spelen gelijk of we verliezen. Of we verliezen van Everton. Dat zou denk hey. ik echt uh, dat zou erg pijnlijk zijn, man. Hey Weet je? Mm. Dus uh, laten, het, we, laten we hopen van niet, man. Maar, ik uh, zweer het. Als dat gebeurt, moet ik wel echt even bijkomen hoor. Ik zeg je eerlijk, ik, misschien nee. doen we even een maandje geen afleveringen dan, hoor. Kill, kill. Ja, maar dan is het kill. ook klaar. Dan is het ook even klaar. Hé, wat als dat gebeurt, jongen? Maar het kan, denk... het is niet, ja, klaar. Het, is niet het, klaar. Kan. Het, het kan, het kan. Alles kan, alles kan. Net zoals wij, als als het bij Tottenham niks wordt, net zoals wij dan verwachten of hopen nog, dat zit hier thuis verpest, weet je? Klopt. Ja, ja, dus, uh, zeker. ja. ja en om, om even context te schetsen. Um, kijk, Tottenham moet speelt voor Europa. West Ham. Speelt, gaat de manager ook weg. Hè? Dus het kan ook zijn dat ze zeggen: hey, laatste laatste eerbetoon aan de manager. We gaan vlammen, we gaan alles geven. Plus, volgens mij staan ze negende. En misschien kunnen ze nog achtste worden. En volgens mij is achtste gewoon Conference League, als ik me niet vergis. Of Playoffs. Nu nog. Mm, playoffs... Nee, vol, nee, volgens mij niet, toch? Engeland niet, man. Engeland nee? gaat die. Nee, als, het, als ik me niet vergis, gaan die tickets naar de FA Cup-finale en League Cup-finale. Die krijgen die, okay. die, die extra tickets. En nou, ik weet niet zeker, hè? misschien heb ik het mis. Ja, ik, ja. doe, uh, ik weet het niet zeker. Het is alleen 6 is Conference League. Dat is Newcastle. Samen met Chelsea nog. Chelsea kan ook een conference. En Manchester yeah, ook menu. Yeah. Nee, man, en hun, paree, komen, hun, komen, hun komen ook opeens uit het niets, hè? Zevende plek op. Gewoon random. Ah, we zijn nu zevende of zo. Die cella? Ja, hou, noem ze, het geen nee, cella, geen cella, man. Cella, 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 Nee, man. Maar ja, ze komen, man. Uit het, niets, uit het niets kwamen ze gewoon. Uh, zijn ze gewoon weer zevende, man. Gek. Ja, omdat ze gewoon... Uh, pot, ik weet niet, Nicholas Jackson scoort een paar keer en het is ineens allemaal feest. Ineens is hij zogenaamd weer de beste spits die, die we de komende jaren zullen zien. Weet je waarom dat nu gebeurt? Omdat hij die lelijke koep van hem heeft geschoren. Nu heeft hij gewoon een fatsoenlijk kapsel en ja, nu loopt het. Maar daarvoor kwam zweer. hij met rare Pogba-dingen, waardoor Pogba ook gefaald is bij, ja, bij United. Jullie weten ook wat er met Saka is gebeurd. Dat wil ik niet! Ik <laughs> zes toen Dit hebben wij verpest omdat Saka het besloot Saka. om twee weekjes even zijn haren blond te maken. Te blonderen. Ja, man. Het ging even mis, man, toen. Het ging helemaal left. Zodra je nee. ja, je haar een andere kleur geeft wanneer je Balimang bent, weet je al. Ah, Had left, man. Het gaat fout. Het gaat Nou, nou, gaat nou, 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 nou. We nou. hebben ja, over Saka bij, bij wie niet ik dan? Ik... Ben, Messi. Ja, Kio. <laughs> ja. Messi. Ja. Ja, kill Messi en Ronaldo. Maar ja, elite. Dat is gewoon, dat is gewoon elite. Toch. Maar alsnog, bro. Alsnog. Jullie vroegen bij wie niet? Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. ik, ik hoop trouwens dat Saka niet geblesseerd is, man. Oh Echter. ja, man. Ja, ja, man. Man. ja, het zag, het zag er niet zo goed uit. Aan het nee, man. Nee. Maar ze klagen daar vaker over, hè, bij die, over die sloop van, van Old Trafford. Dat het gewoon altijd fire is. Mm. Dat, ze die, uh, ja. dat het daar zo afloopt op die manier. Ja, ik heb het al vaker mis zien gaan bij spelers daar. Ja, als ik me ja. niet vergis, had Rob Holding daar zijn kruisband gescheurd, toch? Langs de Zeilijn, een paar, een paar jaar geleden. Oh, ze volgens ze mij streeks ik ken. niet meer. Nee, no, is ergens wat ik ergens okay. ineens over nadenk. Maar volgens mij had hij daar zijn kruisband gescheurd ook. Het mm. was nog COVID-tijd, ja. dacht ik. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar in principe, in principe zouden, het, uh, zouden we het tegen Everton met alle respect... zouden het ook gewoon moeten kunnen doen zonder Saka. Je wil niet dat hij geblesseerd is, natuurlijk. Natuurlijk niet, maar... En je ja, wilt gewoon nee, maar... dat het goed gaat. Maar in theorie zouden we het ook gewoon zonder Saka moeten, moeten... de klus moeten klaren bij Everton. Ja, maar onderschat Everton niet, hè. Ze hebben de afgelopen vijf wedstrijden niet verloren. Nee, is ook zo, is ook zo. Maar, uh, ik, maar, maar ja, maar... Ja, we moeten het gewoon kunnen doen. We moeten het ja. sowieso gewoon doen, hoe dan ook. Goed schriks, ja, kwaad, kwaadstreeks, ja, ja. het moet over de strik. Ja, en, en, inderdaad, en... laten we hopen dat het niet te erg is. Ja, toe. Arsenal Everton boys, we mogen er nu al naar vooruit blikken. Eén vraag, voordat we naar de voorspellingen gaan, laten we niet te lang bij stilstaan. Ik ben even kort benieuwd naar jullie mening erover. Moet Timber nog minuten krijgen, die laatste wedstrijd? Als het goed gaat man, als het gewoon goed gaat, de, de game hebben we onder controle, het gaat gewoon goed, pak een beet, we staan 2-0 voor, misschien, dan, dan misschien laatste 5 à 10 minuten, ik zou niet, ik zou niet met hem beginnen of zo. ik zou hem ook niet uh, ja. random brengen als het niet loopt, ik, uh, die man komt net terug van een hele vervelende blessure, dat, dat hem gewoon het hele seizoen heeft gekost, letterlijk alleen als het goed gaat... Letterlijk echt die laatste paar, paar minuten. Gewoon, misschien nog in de extra tijd. Dat je hem gewoon nog even dat geeft. Dat zou ik doen, tenminste. Zot, ben je bent ja. het er niet mee eens. Ja, nee, nee. <laughs> ik, ik, ik wil, ik wil er naar <clears throat> kijken als. Um, gewoon een speler. Los van wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft, al, hij heeft al minuten gemaakt. Bij de. Wat was het? Onder 21 geloof ik. Dus hij, ja. f, dus hij, is, gewoon, hij is gewoon fit. Dus, dus voor mij is het meer van. Is hij de beste speler voor die positie? Punt. Voor mij is dat het gewoon. Is hij de beste speler voor die positie? Als, als dat zo is, dan moet hij gewoon spelen. Wat maar er is zou, gebeurd, zou... blessure, maakt mij niet uit. <laughs> je zou, maar zou ik met hem willen starten? Als, 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 als hij, als, ja. ja, want kijk, wat ik me kan herinneren, volgens mij was dat uh, Partey, hij, Partey, hij was best wel lang eruit. En toen kwam hij weer terug en toen stond hij volgens mij ineens basis of zo. Als ik, me dat, als ik me dat goed kan herinneren. Dit zei zo de eerste. Misschien was het de tweede wedstrijd dat hij al was. Ik denk de derde, snel. vierde man. Het derde was niet fuck. meteen. En, 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 en het ging ook. Hij was ook heel shaky in het begin, hè, toen hij terugkwam ah, okay, van okay, zijn blessure. Okay, okay. En mm. hij speelde volgens mij kwam hij de, bij de vierde wedstrijd. Na zijn blessure was hij, was, was hij weer basis. En toen draaide het gewoon. Hij samen okay. met Reis, dat ging okay. lekker. Maar daarvoor kwam hij alleen maar de laatste 15 minuten right, erin. Right. Maar okay, het was okay. heel shaky. Okay. Pas na Bayern. Met dat, met dat erbij zou ik zeggen: start hem niet. Ja, <laughs> maar moet hij laatste... überhaupt spelen? Dat is mijn vraag. Ik vind, wel dat hij, ik vind uh, nogmaals, als, als, hij, als hij fit genoeg is en gewoon uh, behoort tot de betere spelers, moet hij spelen, maar inderdaad, hij moet niet beginnen. Oké, okay. Ryan, Boys, ik ga je wat zeggen. <laughs> ja, man. Ik zeg trouwens ja. Weet je waarom? Of wat? Alleen om deze vanaf reden. het begin. Nee, 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 nee. Hij oh. moet sowieso op de bank zitten en hij moet erin komen. Om deze ja. reden. Als wij kampioen worden, toch? Hij heeft geen enkele wedstrijd in de Premier League voor ons gespeeld. Die wel. Oh. Nee, die wel. was, com was ja, Community Shield. Was Community Shield. Ik heb nee, het die net opgeschreven. Die, die allereerste wedstrijd nee, toen hij geblesseerd uitviel. Was Community Shield Dat was tegen, community City. tegen City. Ja. Die finale. Dus dan, vraag ik, dus dan vraag ik me af: krijgt hij überhaupt een medaille als hij niet een minuut minimaal maakt? Mm. Man, mijn antwoord zou gewoon zijn: nee, je moet geen risico nemen. Ook voor het uh, EK voor hem. En dat hij misschien weer. Hij gaat niet naar de Oh, Omdat hij niet, niet gespeeld naar. heeft, natuurlijk. Nee, he? kan ja, niet, okay. is onmogelijk. Oké, 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 true. Maar eigenlijk wil ik geen risico hebben voor het komend seizoen. Dat hij hmm. weet toch nu nog uh, in een hele belangrijke wedstrijd gaat spelen. En misschien meer gaat willen geven dan hij normaal zou doen. En dan weet je risico lopen. Maar hoe Ryan dit zegt. Zou ik hem, als we nog 6 minuten extra tijd hebben, komt hij 95 en 40 seconden op de klok komt hij erin. Helemaal goed. Helemaal hij goed. heeft 10 minuten gemaakt. Ja. Hij, hij komt erin en de scheidsfluit af. Erig. Dat is niet erg. Dan heeft hij in ieder geval zijn medaille. Maar volgens mij heeft het ook gewoon te maken met de algemene wedstrijd selectie. Wat waren de spelers die je op hebt gegeven aan het begin van het seizoen die krijgen een medaille? Volgens mij ja, werkt nee. het zo. Okay, en uh, okay. even ja, tussen door Liverpool staat voor trouwens. Eno. Fantastisch. Heel nice. snel al, vijf minuten. Nice. nice. Fantastisch. Mm. Oké, okay. voorspellingen. Arsenal-Everton. Zondag, uh, laatste uh, speeldag. George. Ja, ja. We spelen gewoon thuis, toch? Ja. Ja, inderdaad. Um, ik denk gewoon een. Laat me voor de verandering gewoon een, uh, een clean sheet doen. Dus ik zou zeggen: <laughs> <laughs> Ik zeg, ik zeg. Ik denk 4-0. Laat me wel 4-0. Ik, ik denk dat Arsenal echt. Ze gaan alles op alles zetten. Gewoon. Ja. Ze gaan kapot willen maken. Oké. Okay, dus nice. ik zeg een 4-0. Nice. Sarge? Uh, ik ga voor een 3-0, man. Ik denk ook dat ze gewoon keihard tegenaan gaan. Uh, op een goede manier. Maar ik denk wel, uh, ik denk wel dat het een 3-0 gaat worden. Oké. Okay. Ryan? Hij zit niet vast hoor. Ik, 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 <laughs> ik dacht bijna boys. dat hij niet vast zat. Ik dacht bijna dat hij niet vast zat. Zag ik die oogst? Ik die ogen zo dacht, dacht ah, hij is. zit niet vast, man. Zoals ah, jullie ah, zien licht, heb ik dus het gefixt, boys. het gaat. Oh, ja, hij heeft iedereen als een buren genakt. Hij heeft eindelijk betaald, man. Ik heb gaatje door de muur geboord. Dat is wat saai, man. Shit, ik weet niet, man. Ik durf niet te zeggen. Wat hadden jullie? 3-0 en 2-0, was dat het? Nee, 4-0. 4-0, Oh. Ik denk hoe dan ook dat we gaan winnen. Ik denk hoe dan ook dat het wel Thai wordt. Um... 5-1. Net als twee seizoenen geleden. Ik denk dat het Thai wordt, maar 5-1. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus dat is Everton 1-0 voorgekomen? Nee, ook niet. Gewoon kansen hey, hey, Maar Shumbo. Hey, hey. Maar gaan ze smoken. Oké. Okay. Oké. Uh. 4-0, 3-0, 5-1. Ja, dan denk je natuurlijk wat Gaat Frits zeggen. 1-0. Yep. Uh... We, we moeten. We moeten. Laat me we het zo moeten. stellen. Daarom. We moeten. Want, zelfs, want we weten niet. We weten niet wat City tegen West Ham doet. Stel City heeft van Tottenham 4-0 gewonnen of 5-0 gewonnen. En ze staan gelijk op doelpunten. Dan moeten, wij, dan moeten wij sowieso dan moeten we gassen. Gaan ja, maar 100 Oké, okay, 3-1. Mooi. Nee, even, even tussendoor. Ik, ik, ik kon het niet laten. Ik moest het ook even opzoeken. Maar nee, Timber heeft wel een wedstrijd gespeeld. Hij is eh? uitgevallen in een wedstrijd tegen Nottingham. Pik je dat, Ryan? Nee, nee, nee. nee. de is gewisseld. je dat? Applausje, applausje, applausje. Nee, nee, applausje. Het zat me niet goed. Het eh, zat me dwars. Zat. Iets, zei me, iets zei me van hij heeft gespeeld. En ja. hij, heeft die, hij heeft de eerste helft tegen Nottingham gespeeld. Toen kreeg hij die tik. En toen liet Arteta hem staan. En toen ah, begin tweede helft werd hij gewisseld. Oh, ja. Sarge, okay, uh, Nottingham okay, okay, okay. Sarge vertrouwt Rijn voor geen centimeter. Noah, Sarge, ik zeg je eerlijk, <laughs> ik was het ook aan het opzoeken en ik zag ook staan 1. Dus ik dacht, hè? Maar hij heeft 50 minuten gespeeld, toch? Ja, 49 <laughs> ja, me, man. zie je, daar ga je al. 49 kijk, minuten. Bij mij is dat 50. <laughs> maar, het, maar kijk, dit kijk, timer, is weer die internet, internet van je man. Nee, 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 nee. Ik ga je uitleggen. Als het 49 en 1 seconde is, is het 50ste minuut. Maar het Ey, was 48 klopt. en 9,5 maar, maar je internet All moet liefst. maar echt puin zijn als je gewoon andere informatie ziet op het scherm. joh. Weet je hoe oh, puin je, je heftig, internet man. moet zijn, Nee, <laughs> hey, man. Je ja, ik, heftig, ga, man. ik ga het ik ga, ik ga wijs in de... Ik ga erin zetten, man. Oh, God, Dan kan man. iedereen het zien. Hé, hey, die is hard, Kom, man. Hey, kijken, ik ga, man. Ik ga, we gaan het allebei inzetten. We gaan het checken. We gaan het allebei checken. Hé, uh, <laughs> hey, kijk eens en luisteraars, jullie zien het. Was een mooie afsluiter, denk ik. Ja, yeah, man. Nice. Um, spanning is om te snijden, man. Is om te snijden. Ik ben benieuwd wat jullie voorspellen voor de wedstrijd Tottenham City als eerste. En de wedstrijd Arsenal-Everton. Wat wij gaan doen. Die wedstrijd. We leven met jullie mee. We zitten erover na te denken om misschien nog ergens deze week een live te doen. Dat jullie kunnen joinen en even kunnen meekletsen en de meningen kunnen geven. Weet we weten nog niet zeker, maar dat hangt misschien van jullie af. Hoe enthousiast jullie zijn misschien. Um, maar in elk geval, like, subscribe, abonneer, deel het met anderen. Deel in die excitement van ons. We voelen jullie goeners en we gaan er gewoon nog steeds voor, voor het kampioenschap. En ja, dit was weer het einde van aflevering 9. Uh, ja, wat, 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 wat wil ik zeggen? Ik wil ik nog iets zeggen om af te sluiten. Maar Ryan, wat is dat? Druk ook op, die, op het belletje, want als we live gaan, moet je natuurlijk wel die notificatie krijgen dat we live gaan. Uiteraard. En volg ons op Insta. Hè, want op Insta dan delen we ook uh, dingetjes. Dus doe dat. En we zien jullie bij de volgende aflevering. Weer aflevering 10. En hopelijk praten we dan over het kampioenschap, boys. Kom you je